Het is een film die gaat over een vluchtmisdrijf. Creole die geconfronteerd wordt, enfin, die haar ouders verliest en de dader die vluchtmisdrijf pleegt en ze komt dan deels tegen. En dat was voor mij ook echt wel het uitgangspunt van na te denken over vluchtmisdrijf en over wat dat is. En los van verkeersongelukken, wat natuurlijk een extreem geval van vluchtmisdrijf is, maar ben ik wel bezig met van na te denken over van wat ik allemaal wegvlucht in mijn leven of van wat we allemaal wegvluchten van bepaalde dingen. En wanneer is vluchtmisdrijf een misdrijf en wanneer vluchten zit in onze natuur, denk ik. Van bepaalde dingen vluchten we weg. En dus ja, daar ben ik vooral daarmee bezig geweest. In die donkere zone, want dat is zo'n gebied waar je niet elke dag komt of wilt komen. Dat te gaan opzoeken. Ja. Werken met Eva was natuurlijk bijzonder omdat het haar eerste film was. Ja, op een gegeven moment heb je door als acteur dat je in iemand zijn leven ziet eigenlijk. Dat het echt zo belangrijk is. En dat is natuurlijk, soms was dat voelbaar op de set, dat het belang heel groot was.